Hallo allemaal, wij zijn sportinstructeurs van het ministerie van Defensie. En wij zijn hier om jullie fit te houden en dan wel fit te krijgen. Door corona werken veel van ons thuis. De gyms zijn dicht, maar we willen jullie natuurlijk wel fit blijven houden. De workout van vandaag zou bestaan uit 8 oefeningen en we hebben alleen maar nodig 2 handdoeken. 2 stuks, groot model. De volgende oefeningen gaan we doen. We gaan de pike doen. We gaan de single arm push-up doen. De mountain climber, de reverse lunge, de low plank, maar die maken we dynamisch. De inverted row, een towel crunch en we sluiten af met de hamstring curl. De 8 oefeningen die je gaat doen, die kan je verdelen in 2 of 3 series. 8 tot de 16 herhalingen en dat is het dan. Voor de eerste oefening, de pike, heb je nodig 1 handdoek. Je legt hem neer. Je gaat in de voorlicht steunen. Steun hem met je voeten op de handdoek. Staan en dan probeer je met de heupen omhoog de voeten naar de handen te brengen en weer uit te strekken. Als je lang bent, niet ver doorhangen. Goed, voor de volgende oefening, de single arm push-up, heb je 2 handdoeken nodig. Nou, die kan je een beetje opvouwen afhankelijk van de grootte en die leg je op deze wijze voor je neer. De uitgangspositie is de voorlichtsteun. Je zakt in en terwijl je inzakt, strek je 1 arm. Hey, is dit nou te moeilijk? Plaats je je knieën aan de grond en dan ga je verder vanaf je knieën. De beweging blijft hetzelfde. Voor de mountain climber heb je nodig 2 keer een handdoek. Die leg je voor je neer en je gaat erop staan. Na voorlichtsteun. Lichaam hou je recht en je brengt om en om de knieën naar de borst. De volgende oefening is de reverse lunge. Daarbij heeft u benodigd 2 handdoeken. Die leg je voor jezelf neer en je mag erop stappen. Vanuit deze positie ga ik 1 been naar achteren schuiven. Waarbij ik door het voorste been zak tot een hoek van 90 graden. En ik druk mezelf weer op en ik wissel van kant. Voor de low plank dynamisch nodig 2 handdoeken. Je gaat er zo meteen op steunen in de eerste plankhouding aan. Dat doe je ook door je navel goed in te trekken, je billen samen te spannen en weer zo recht te zijn als een plank. Het dynamische is dat je naar voren gaat schuiven met je handen en met 2 armen weer tegelijkertijd terug. Voor de volgende oefening, de inverted row, heb je 1 handdoek nodig. En die gaan we eerst even installeren. Kijk mee. Je vouwt hem aan de bovenzijde een x-aantal keer dubbel. Puur en alleen zodat de handdoek wat dikker is hier aan de bovenzijde. Daarna plaats je hem in de deur. Wat daarbij belangrijk is, is dat je hoe de deur dicht gaat, vanuit die zijde ga je werken. Dus de deur gaat naar deze kant dicht. Plaats de handdoek hier tussen. Controleer dan ook even of die goed vast zit en of je wel inderdaad de deur op de juiste manier belast. Bij deze oefening pak je aan weerszijden de buitenkant van de handdoek vast. Je gaat iets hangen in de handdoek. Vanuit deze positie trek je jezelf met je borst richting de handdoek. Met je handen tot aan borsthoogte is voldoende. Wil je dit wat zwaarder maken, ga je wat dichter naar de deur toe met je voeten. En op deze wijze maak je een row. Zorg ervoor dat je rug mooi recht blijft en spanning op je buikspieren. De towel crunch. Zorg ervoor dat je 1 handdoek pakt die een aantal keren dubbel vouwt en oprolt. En pak hem dan iets wat buiten de schouders vast. Je gaat achterover liggen en je gaat zo meteen met het handdoek of met de handdoek voorbij je voeten onderlangs. Lukt het dan niet? Dan kan je ook deze doen. Yes, de laatste oefening, de hamstring curl. Men heeft benodigd 1 handdoek. Vouw deze nu dit keer iets groter, zodat je wat meer oppervlak hebt om beide voeten op te steunen. Vanuit die positie is dit is de uitgangspositie, ga ik plat op mijn rug liggen. Mijn voeten zijn onder mijn knieën. Ik druk mijn heupen omhoog tot een buikbrug. Vanuit hier
strek ik mijn benen, ga ik tot de grond. En ik trek mijn hakken weer naar mijn heupen toe, druk mijn heupen weer omhoog. Hoeveel dips kan jij in 2 minuten? Tag je buddy in je bericht hieronder.